Nou, wat ik me afvroeg, is het specialisme oudere geneeskunde is heel breed, maar je hebt binnen het specialisme oudere geneeskunde ook wel een heleboel verschillende doelgroepen. Het is niet zo dat alle patiënten dementie hebben. Wat vind jij nou binnen het specialisme eigenlijk de mooiste doelgroep tot nu toe om mee te werken? Nou, mijn eerste afdeling als basisarts was onder andere een psychogeriatrische afdeling. Mm-hmm. En dus vooral dus wel met mensen met dementie. Ja. En wat ik daar leuk aan vond is dat ik daar ontzettende klik had met de verzorging die daar werkte. Yeah. En heel erg het werk, ja, dat we het echt samen deden en dat ik heel veel vastgeleerd heb en heel zelfstandig ook kon werken daar. En dat maakte dat het een ontzettend leuke afdeling was. Het is dus heel erg teamwork eigenlijk. Hè? Ja. Je werkt heel intensief samen met het team van verzorgenden. Ja, ja. En je zegt, daardoor kon ik heel zelfstandig werken. Dat snap ik niet helemaal. Nou ja, dat zeg ik, hè? Ja. Dat zeg je, ja. Nou, het zelfstandig in de zin van... niet dat iemand anders voor mij bepaalde van zo moet ik mijn dag indelen. Of dat een supervisor of iemand zegt van hé, maar zo en zo moet het en precies. Dit en dit moet je omdat doen. Omdat het team jouw verlengstuk was eigenlijk. Ja, nou ja, het klikte gewoon goed en jullie vulden elkaar aan. Ja. Ik sprak zelf afgelopen week met een mevrouw op de psychogeriatrie afdeling. Ja. Die mevrouw die had ik natuurlijk al heel vaak gezien, maar ze vergeet steeds weer wie ik ben. Yeah. En we hadden het over dokters. En zij wist niet dat ik de dokter was. Nee. En, zij zei dat ze het niet zo over dokters had eigenlijk. Ja. Nee, dat was ik ook. Ja, ze had het niet zo over dokters. En toen viel het even stil en toen keek ze hem aan en toen zei ze... Of ben jij er ook een? Oh. Ja. En toen hebben we heel hard gelachen samen. Ja. 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 En mocht je toen blijven zitten? Jazeker. Ja, 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 ja. Nee, maar mij mocht ze wel. Maar ja. Dokters in zijn algemeenheid. Nee. Wordt ook wel eens voor dominee aangezien. Oh, is jou dat wel eens overkomen? Nee. Vrouwen hebben die rol misschien ook wat minder vaak van oudsher. Ja. Ja. Nee. Dat is me nog nooit... Nee, mensen vertellen dan aan mij dat ze trouw doneren aan de kerk. En dan zeg ik heel erg bedankt. Ja. In sommige gevallen speel ik het spelletje mee. Ja. Leuk, ja. Ja, wat ik wel eens gehad heb toen ik begon als basisarts. Wat je vroeg, ben je wel als dominee? Maar toen was er een oudere dame op mijn psychogeriatrieafdeling. En die had al heel lang buikklachten. En ik moest haar echt een keer gaan onderzoeken. Op bed. Ja. En ze was eigenlijk al, dat wou ze natuurlijk niet, ze was met een smoesje door de verzorgende meegenomen naar bed en toen kwam ik bij haar. En ik stelde me voor als de dokter. Ja. Dat gelooft ze al niet. Ja. Ik had mijn stethoscoop in de hand en toen zei ze: ach nee, kind toch, wat moet dat allemaal? Drong nog wat aan. En toen zei ze... Nou ja, je bent dan maar 13. Maar goed, iedereen moet het leren. Dertien. Ach kind, wat doe je hier? Je bent nog maar 13, zei ze. En vond je dat een compliment? Ik was blij dat ik uiteindelijk haar... dat ze toeliet. Okay. Dat ze in ieder geval voldoende vertrouwen in mij als kind had om haar te mogen onderzoeken. Ja. Maar dat... Want ik heb zelf spoed is niet, is niet de grootste tak van sport binnen de oude geneeskunde. Nee. Dus maar dat kan ook als je preventief, als je van tevoren goed mensen in kaart hebt. Dan heb je ook minder spoedsituaties eigenlijk. Ja, ik denk als je dat goed inregelt... dan kun je daar een hele hoop ellende voor mensen mee voorkomen. Ja. Dat is, vind ik, wel het mooie aan het specialisme oudere geneeskunde, dat je heel goed het beloop kan vervolgen. Mm-hmm. Dus je ziet mensen vaak terug. En je ziet dan ook wat de tijd doet. In het ziekenhuis zie je mensen kortdurend tijdens een opname... zo mogelijk nog een keer terug op een poli. Maar goed, als co-assistent maak je dat natuurlijk weinig mee. Of als artsassistent ook
betrekkelijk weinig. Maar ik denk dat heel veel artsen in het ziekenhuis helemaal geen beeld hebben van de impact van ziekte. Ja. Of van de impact van beleid misschien bepaalde kwalen, ja, beleid op iemands leven en op iemands functioneren. Ja. En dat is heel mooi dat je dat als specialist oudergeneeskunde wel hebt. Ja, je kunt en dat je ook je beleid misschien kan bijstellen. Precies, ja. Ja, ja, je krijgt daar de tijd voor. Maar je krijgt ook feedback op je eigen handelen. Ja. He, dus je leert, je leert. Je wordt er een goede dokter van door in het verpleeghuis te werken. Dat, ik zou het iedereen gunnen om eens voor kortere of langere tijd in het verpleeghuis te komen werken. Ja. Ja. Is dat ook jouw advies aan jonge artsen? Nou, ik zou het alle artsen aanraden om eens een keer de drempel over te gaan. En eens een keer een blik te werpen van hey, hoe ziet het werk er nou uit en wat zijn de mogelijkheden, maar wat zijn ook de beperkingen bijvoorbeeld? Hè? Gewoon dat we over en weer beter van elkaar weten van wat doe je nou eigenlijk, wat kan je, ja. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wat is je manier van denken misschien in het verpleeghuis? Ja, zeker voor bijvoorbeeld neurologen die werken met mensen die beroertes krijgen. Kom eens kijken op zo'n revalidatieafdeling. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet zo'n vervolgtraject eruit voor mensen die weken, maanden bezig zijn aan het herstellen. Ja. En wat zie je dan? En wat is de betekenis voor iemands leven? Leer ook dat stukje kennen van het verpleeghuis. Ja. Als we nou de hand in eigen boezem steken, want we kunnen van andere artsen vragen om eens bij ons over de drempel te kijken, maar wat vind je, wat zouden specialisten ouderengeneeskunde, wat zouden die moeten doen om betere artsen te worden? Ik denk wat de toekomst en wat de maatschappij van ons vraagt, is om meer in de eerste lijn te werken. Dus samen met de huisarts op te trekken in een gezondheidscentra bijvoorbeeld. Dus wij zouden eigenlijk een voet over de drempel van de huisartsenpraktijk moeten zetten. Ja, ik denk dat het beleid is zo ingezet de laatste jaren dat steeds meer ouderen langer thuis wonen. Wat denk ik een heel mooi en goed ding is, als dat haalbaar is. En dat vraagt dat onze kennis en expertise ook buiten de muren van het verpleeghuis komt. Ja. Buiten de instellingen en in de wijken en dicht bij de mensen. En dat maakt het werk ook leuker uiteindelijk, denk ik. Hè? Dat we meer in de eerste lijn gaan werken. Ja, ik denk dat daar een vraag mee is om collega's in de